Moet je niet lachen, maar ik had al van de week, nee, gisteren moest ik een opname doen voor Joko Koe. Ja, voor Jelte. Had ik echt een video, moest ik reageren op zijn video. Nou, ik had alles helemaal uitgewerkt wat ik moest zeggen en weet ik het allemaal. Weet je, dat was allemaal heel goed. Bleek dus. Had ik dus mijn microfoon niet aangezet. Oh, geweldig. Yo, kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. In deze video, ja, ga ik met de enige echte schattenbout. Ik ga nu richting de Unix shop lopen. En dan moet ze volgens mij daar weer ergens staan. Staat ze daar nou? Ja hoor, daar staat ze. De enige echte Nathalie. Hallo Nathalie. Joehoe. Hey, hey. Kijk, daar staat ze hoor. Hey, ja, ik had natuurlijk met jou afgesproken om, ja, we gaan een beetje, ik ga jou een paar vragen stellen. En ik ga ook natuurlijk een dagje meelopen met een staflid. En dat ben jij voor vandaag. Oh, gezellig. Ja, nou, nee, daarom. Dus laten we snel beginnen. Ja, neem me allereerst natuurlijk mee naar binnen toe naar de Unix shop. Wat je eigenlijk dagelijks doet. Wat en, ik hier dagelijks doe? Ja, wat doe je hier eigenlijk dagelijks? Nou, hier kun je dagelijks, zeg maar, van 7 tot 8:30 ongeveer, kun je, zeg maar, hier de Lucky Shards inleveren of tokens. Wat is eigenlijk zo leuk aan staflid zijn? Het leuke aan staflid zijn, ja, het is gewoon het helpen van de spelers. Dat is het gewoon het leukste wat er is. Mm-hmm. De mensen gewoon op weg helpen met hun, ja, zeg maar, carrière hier in... Ja, maar ik weet nog dat ik een tijdje geleden had natuurlijk een appartementje gehuurd bij de gemeente. In Gwede was dat. En ik moest jou echt elke dag natuurlijk roepen van... Kan je nog een bordje plaatsen? Kan je nog een kistje verwijderen? Kan je nog een kistje plaatsen? Ja, en daar word je natuurlijk helemaal gek van. Of ja. Niet? Ja, soms wel. Maar ja, het hoort erbij. Nee, dat dacht ik al. Maar ja, maar goed. Oh, dan gaat er hier eentje staan. Ja, ja. Jongens, wegwezen. Ja. Hij gaf mij net een vraag. Als ik die heel even mag beantwoorden. Ja, natuurlijk. Ik loop met je mee. Dus. Wat was de vraag eigenlijk dan? Mijn vraag was: wanneer zijn chatkleuropname kwam? En kunnen we dat nu al voor hem fixen dan? Of gaat iemand anders over? Nee, ja, we hebben inderdaad de boekjes die wij. Oh ja, mijn muis doet af en toe een beetje raar. Dus zie je mij af en toe een keertje draaien? Ja, oké. Okay. Nee, wij nemen alleen de boekjes in. Mm-hmm. De lijst wordt dan doorgestuurd naar hogere hand. En van hogere hand wordt het doorgevoerd naar de spelers. Oké, het is vandaag. Ja. Ja, we zijn hier eigenlijk wel een beetje klaar. Laten we een beetje op pad gaan. En ik ga je nog een paar vragen stellen natuurlijk. En waar wil je heen? Wil je naar de inkoop? Ja, laten we lekker een beetje door de winkelstraat heen lopen. Misschien komen we iemand tegen die we kunnen helpen. Lijkt me een heel goed plan. Oh, dat is wel een hele goeie. Ja, je moet je toch een beetje opstellen binnen de winkelstraat. Dat je dan toch een beetje aangesproken wordt, toch? Niet dan? Ja, normaal sta ik, zeg maar, gewoon een beetje voor de uniek. En dan komen ze allemaal wel vanzelf naar me toe. Want ze weten me gewoon wel altijd te vinden. Wat zijn eigenlijk de nadelen wat je eigenlijk vindt als staflid zijnde dan? Nadelen? Mm-hmm. Ja, nou, ik vind niet echt dat er nadelen zijn. Heel eerlijk niet. Nee. Okay. Ik kan er niet zo even 1, 2, 3 bedenken. Ja, dus je vindt het niet irritant dat er mensen de hele tijd voor je gaan durpen, 10 mensen voor je, schattenbout. En dat je helemaal in paniek raakt en weet ik het allemaal. Nou, dat nee. Vind je allemaal leuk. Nou ja, kijk, dat ze, zeg maar, zo dicht voor me gaan staan, vind ik natuurlijk niet zo plazant, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Kijk, ik zal het even voordoen. Hier. Schattenbout. Ja, schattenbout. Ja, met hoofdletters en weet ik het allemaal. Schattenbout, help you. Weet je, dan reageer je 2 seconden later. Worden ze helemaal gek. Ja, nou ja, dat vind ik wel heel irritant, maar ik probeer ze wel gewoon allemaal te helpen. Ja. Wacht even, fairy girl. Kunnen we je helpen? Want jij had volgens mij, moest je iets bij haar doen of zo? Had ik gehoord? Ja, klopt. Als het goed is moet ik daar even een bordje plaatsen. Okay. Maar dat gaat echt over toezicht houden van de server natuurlijk. Ja. Ook in, natuurlijk in Vanish. Want dat hebben jullie natuurlijk ook. Nee, dat niet? Nee, ik kan dat niet. Oh, je kan dat juist niet? Nee. Oh. En vind je dat jammer?
Soms ja, maar ja, er zijn heel veel mensen die natuurlijk wel gewoon in Venice kunnen. Hey Danny, als je dit ziet, geef even Nathalie even lekker Venice. Dat wil ze graag. Nee, dat wil ik helemaal niet. Want... Nee, waarom zou je dat niet willen? Nee, ik ben er echt voor de spelers en ze mogen mij best wel zien. Nee, oké, je moet natuurlijk shinen, hè? Met je roze setje. Dat zeker. Ja, nee, daarom. Eén kistje? Ja. Oké, nou, dat kun je dus ook meemaken, dat je gewoon één kistje helemaal naar de andere kant van de map moet gaan. Ja, ja. Ja, nee, maar dat kun je dus ook meemaken, toch? Nee, daarom. Maar eigenlijk het totale plaatje is eigenlijk gewoon, mensen toezicht houden, aanspreken als er iets is natuurlijk. Wat is er? Nee, ik doe iets fout. Ik sloop er gewoon het hele huis. Serieus? Wat zit jij allemaal te doen? Wat deed je dan? Deed je zo'n blokje weghalen? Zat je nog in Game of... Ja, nee, ik zat te zwaaien. Ik sla gewoon de huis kapot. Nou, laat een staflid dit maar niet zien of een PL. Nou, we kunnen beter stoppen met deze opname. Nee, maar goed. Maar het totale plaatje wat ik wou zeggen is eigenlijk gewoon mensen in toom houden. Mensen als aanspreekpunt zijn natuurlijk. Kijk, zij zit natuurlijk ook lekker in de video, vindt ze denk ik ook wel leuk. Ze is natuurlijk ook een fan. Maar wel dat ik dat eruit heb geslagen, moet je wel eruit halen hoor. Ja? Echt stom. Je weet dat dit... Hè, wat? Ja? Nee, niks. Ja, nee, je weet dat dit blijft als blooper zeker. Ja. De bloopers met schattenbout. Hoe kom ik hier weg? Gaat, ik kan echt niks bij jou opnemen. Nee, sorry. Oh, oké. Okay. Nou goed. En jij noemt mij wel de beste staf daarvoor. Ik weet niet. Nee, maar ja, van de anderen moet je ook niks verwachten natuurlijk. Oh, kijk, hier is die slee. Oh ja. Het gaat echt nergens naar. En dan sleep je zeker deze slee ook weer. Nee. Kan je twee kisten voor mij unlocken? Oh, nou, dat is helemaal top. Dan hebben we eigenlijk nog een ander iets qua taak natuurlijk. Dus vinden de kijkers denk ik ook wel leuk om te zien eigenlijk hoe een staflid te werk gaat. Dus vandaar dat ik met jou natuurlijk vandaag meeloop. Ja, we gaan wel naar Cosmo. Nou, ik knip gewoon met mijn vingers. Ook al kan ik niet klippen of knippen met mijn vingers. Ik knip gewoon met mijn vingers en dan zien jullie ons in Cosmo. Ja, 3, 2, 1. Oké, daar zijn we weer, inderdaad. En ja, we zijn er al bijna volgens mij. We zitten nu achter Lisa aan. Ook wel zinvol, maar die heeft de naam veranderd blijkbaar volgens Schattenbout. Ja, klopt. Dus ja, we gaan kijken of waar we die twee kisten moeten unlocken. Hebben jullie allebei dezelfde setje aan of zo? Lijkt er wel een beetje op. Oh nee, ja, natuurlijk dat kippengaas aan de zijkant. Oh nee. Nee, ik heb niks gezegd, Iron. Ja, nee, dit setje heb ik gekregen van Lisa. Ah, ja. Natuurlijk. Omkoperij is dit, hè. Wat zegt ze? Nou, heb je alles al gedaan? Nou ja, ze zegt van, wil je deze twee kisten onderlukken? Nou, dat heb ik gedaan. En ik zeg, anders nog iets. Oké, maar hoe lang doe je eigenlijk per met ze unlocken? Kost dat veel tijd dan? Nee hoor. Nee? Oh, je doet gewoon een comment en dat is het gewoon. Ja. Oké. Okay. Ja, kijkers mogen best niet weten natuurlijk welke comment het is. Ik weet dat wel. Gaan we nog even het bordje plaatsen. Gamerskoper mag ook wel. Alleen moet hij dan wel even plaatsen en hij de tekst zeggen. Oké, nou leuk. Thanks, Lisa. Dat past allemaal weer niet op één bordje. Ja, ik mag op een ander bordje doen. Oh, ja, nee, maar mijn bordje dat past nog niet eens. 1, hallo. 2, 3. Hoppakee. De liefste staf, althans, dat zegt mijn naam, Schattenbout. Ja, nou. Wat wil jij erop? Ik maak de beste
En dan dit. Kijk, dat is wel leuk, toch? Schaamteloze zelfpromo. Oh, wat ben jij erg. Lisa. Wat dan? Cool. Nou ja, nee, niks. Ik maak de beste roleplay-video's. Dit is echt alsof je gewoon een hele grote ego bent, weet je wel. Van, ik maak de beste roleplay-video's. Maar dat is het totaal niet. Het is gewoon... Ja, ik weet niks anders op dit moment. Sorry, Lisa. Je hele huis is nu verpest. Ik zou hem nu meteen weg... Ik zou hem nu gewoon meteen verkopen. Oké, ik denk dat het voor deze video er alweer op zit. Schattebout, natuurlijk bedankt dat ik met jou een dagje mee mocht lopen. Ook al hebben we niet veel meegemaakt vandaag. We hebben wel wat vragen beantwoord. We hebben wat boekjes uitgegeven. We hebben 2 kisten geunlocked. We hebben ook een naambordje geplaatst. Gewoon een bordje met een leuke tekst erop in iemands huis. En we hebben natuurlijk een kist geplaatst. Hoe vond je gaan? Ja, goed. Ja, goed. Ja, je doet natuurlijk gewoon wat je eigenlijk anders ook gewoon zou doen. Ja, dus kijkers, vonden jullie deze video nou hartstikke leuk? Vinden jullie het leuk dat ik ook met een ander staflid een dagje mee ga lopen? Ook al zal er wel hetzelfde gebeuren, maar gewoon het achterliggende verhaal van elke persoon is natuurlijk anders. Dus wil je natuurlijk een andere staflid zien, laat het in de comments weten. En je kan het natuurlijk het i'tje hier rechts van mij natuurlijk ook even aanklikken. En er staat er een poll. Kun je uit die 3 personen kun jij een staflid aanwijzen. En dan kun jij dus ook de volgende keer die staflid wel in de toekomst zien op mijn kanaal. In een video. Dus schattenpaard, ik wil jou bedanken natuurlijk. Ook al Nathalie, bedanken voor het meedoen aan deze video. Graag gedaan. Doe jij de outro maar. Pas rustig inderdaad. Doe jij de outro maar. Ik de outro? Ja. Nee. Nee, doe maar. Ik geef je de vertrouwen hier. Jij hebt de microfoon hier. Okay. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer zou ik zeggen. En druk even op het belletje als je meer video's wil zien. Of dat je een herinnering wil van de video's. En doe zeker even een duimpje omhoog. Speciaal bedankt voor Nathalie moeten we de 20 likes halen, jongens. Oh, dit is... 20, maar. Dit is echt... Nou goed, tot de volgende video. Later.